Reshma Mangre zal zich in de komende periode op verschillende gebieden inzetten om de noden van de Surinamers te lenigen. Mangre is vandaag samen met 49 anderen beëdigd als parlementariër en toegelaten tot het Hoogste College van State. Hiermee is de zittingsperiode 2020-2025 voor het nieuwe parlement geopend. Mangre, die voorzitter is van de BVL en de ALS, zegt dat ze zich als parlementariër niet zal beperken tot alleen het onderwijs. Ze zal samen met de nieuwe regering werken aan de verbetering van de leefsituatie van het volk. Mangre verzekert dat ze ook kritisch zal zijn naar het nieuwe beleid toe. We hebben een heleboel cross-cutting issues waarmee we zitten. Belangrijk is nu dat op dit moment de regering wordt gevormd. En dat er een regeerteam komt met sterke ministers die berekend zijn voor hun taak. En dan gaan we moeten inventariseren wat zijn de acute problemen. We denken aan de hoge prijzen in de winkels, de hoge koers. Maar ook de normalisatie van ons onderwijs en gezondheidszorg. En dat moeten we allemaal inventariseren. En dat waarvoor het volk ons daar heeft geplaatst, om dat inderdaad met die oplossingen te komen, zodat hun noden worden gelenigd. Met de coalitie die er nu is, moet er een stukje vertrouwen zijn. Vertrouwen is de basis voor elke relatie, voor elke samenwerking. En als dat vertrouwen er is, we zeggen altijd, we blijven het beleid kritisch volgen. En opbouwende kritiek kan alleen maar ervoor zorgen dat het beleid maar beter wordt. Of we moeten kunnen aanscherpen waar het niet goed gaat. Maar het wil niet zeggen dat überhaupt dat als je deel uitmaakt van de coalitie, dat je eigenlijk per definitie monddood wordt gemaakt. Dat is het absoluut niet. Na de beëdiging van de nieuwe parlementariërs spraken wij ook met Marinus B. B benadrukt dat de samenwerking tussen de nieuwe coalitiepartijen weer in rustig vaarwater is. Hij zegt dat er lering is getrokken uit het meningsverschil tussen de NPS en de ABOP. We hebben geleerd dat, en ik heb het ook gezegd na de meeting van de leiders van leden, zelfs wanneer man en vrouw in een huis wonen, er meningsverschillen zijn, er soms harde discussie die kan uitmonden tot ruzie kan ontstaan. Maar als niemand wat zegt naar buiten, weet niemand het. En dan kan het in harmonie weer tot normalisatie komen. Er was een discussie, er was een issue. En we hebben gezien dat men het naar buiten heeft gebracht. Niet helemaal correct ook, omdat ik vind dat de ABOP neergezet is al te zijn hebzuchtig, terwijl dat niet het geval is. Kijk de bejegening van Pertje Alhoer. Ja, wij hebben gezegd, we zijn samen de strijd ingegaan. Pertje Alhoer heeft één zetel, maar we hebben ze met twee ministeries gegeven, laat me het zo zeggen. Maar dus dat geeft aan dat we gaan voor partnerschap. En dit hebben we gehad. Natuurlijk niet goed voor een startende coalitie. Maar wat zegt het ons? We hebben geleerd eruit en we gaan ervoor zorgen dat dit van soort taferelen de samenleving niet meer moet krijgen. Marinus B., ABO-parlementariër. We spraken hem vanmorgen na de beëdiging van de nieuwe DNA-leden.